Nou, we zijn aangekomen. Het is echt kapot vet. Ik laat jullie de Chilep zo wel zien. Je hebt een soort van palmboompjes ergens een beetje. Ja, hier staan een soort van palmboompjes. Maar daarachter ook, bij de zee. En het is zo vet. Echt veel vetter dan het eruit ziet. Ik ben nog nooit bij een oceaan of wat dan ook geweest. Dus ik vind het wel vet. En kijk, dit is dus onze Chilep hier rood. En we hebben echt best wel mooi uitzicht. Daar ook op. En ergens daar is de zee. Maar daar gaan we er straks even heen. Ik ga even wat inpakken. Of uitpakken trouwens. Ik vind het zo verschrikkelijk vet, jongen. Yo, het is leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Jullie denken misschien, waarom de heck neem ik een vlog op het intro in mijn bed? Nou, ik ga dus vandaag op vakantie. Ik heb best wel veel zin in. Maar jongens, even serieus. Kijk, het zo laat het is. Oh, het is dus 4:00. Moet je nagaan, 4:15, want mijn wekker loopt nog voor. Oh, dus ik ben echt fucking moe, maar ik moet eruit. We gaan dus naar Normandie. Ik heb best wel veel zin in. En we gaan hopen om 5:00 of zo weg te gaan. En dat we er dan om 4:00 vanmiddag zijn. We gaan een weekje naar Normandie. Maar gehaald naar Ramad, maar dit keer gaan we naar Normandie. Maar ik ga nog heel even liggen. We gaan eruit. En dan spreek ik jullie zo weer als ik iets meer wakker ben. Trouwens, ik moet jullie nog wel even één ding laten zien, bedenk ik me net. En dat heb ik nog nooit gedaan. En ik vond het echt een beetje jammer. Want er is dus bijna een jaar geleden, denk ik al, een hele goede fan, Mitchell Vos heet die volgens mij. Ik denk dat hij wel weer deze video gaat kijken, hoop ik wel. Echt een shout naar hem. Hij heeft echt heel erg vet bloemen. Jongens, let even niet. Ik ga heel wat laten zien. Maar let even niet op mijn pyjama. Maar in ieder geval, hij heeft echt kapot vette dingen gemaakt. Ik zit heel het licht wat harder. Ik hoop dat ik dat tegenkom. Ja. Kijk, dit dus. Dit heeft hij gemaakt, deze. Dus hier, ik ga kijken, want ja, dat moet ik anders. Want ja, we gaan nog niet ontbijten om 4:15 deze uur. En ja, de laatste spulletjes gaan zo in de auto. Mijn vader is de auto even aan het verrijden, want als we hier voor gaan instappen, wordt iedereen wakker. Maar we gaan met zo gewoon naar de mond. Nou, we zitten dus nu in de auto. En we gaan echt elk moment. Ik heb een film al achter op het scherm. Ja, ik ga lekker Kingsman kijken. Ik moet nog even reclamen. Ik heb geen idee of die film leuk is of niet. Maar het lijkt me echt een vette film over iets van een geheime organisatie of zo. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar we gaan dus lekker naar de mandje. En ik zie jullie zo weer als we rijden. Oké, we zijn inmiddels net in België, of dan net niet. Ja, volgens mij net wel. En wij hebben dus al 2 uurtjes volgens mij gereden. Het is nu, hoe laat is het nu? Kwart over zes. Nog wel vroeg, maar ja, niet meer zo vroeg. We waren om 5:30, we hebben al 1.5 uur gereden. En ik ben lekker Kingsman aan het kijken. Ja, je ziet er echt geen flits van. Maar ja, het is echt een hilarisch film trouwens. Maar ik ga even verder kijken als ik hier zo. Nou, we zijn al een aardig eindje opgeschoten, dus we zijn alweer bij Frankrijk. En ik, ja, we moeten nog wel een heel stuk in Frankrijk. Want het is nu 8:15 en ja. Ik verveel me. Jongens, je hond naar beneden. Ik ben nog wel Kingsman aan het kijken. Het is al te laat. Niks meer doen. Niks meer doen. Oh, we gaan hier de grens over.
Ik zag de laatste filmpje van op YouTube van 538 Koningsdag. Van toen zij Rita Ora 2 minuten stilte hield voor, of 1 minuut voor Avicii. En dan vonden we echt mooi filmpje. Als je het nog niet hebt gezien, moet je zeker even kijken. Hij stond in training. Ik weet niet of hij staat er waarschijnlijk niet meer als deze video online komt. Maar check dat filmpje zeker even. Ik vond het echt een mooi filmpje. En we gaan nu wat verder rijden. Ja, we zijn wat verder aan het rijden. Maar ik vind het landschap wel steeds mooier worden. Want nu komen we een soort van... We gaan vannacht niet echt langs berg komen, trouwens helemaal niet deze vakantie, maar we komen wel een beetje bij een mooier landschap. Nou, er is best wel wat zon inmiddels. Ik heb een zonnebril opgedaan en ook gewoon omdat ik het chill vind. Het is niet per se nodig, maar ik vind het chill. En we zijn inmiddels al best wel lang in Normandië, maar Normandië is best wel groot. Dus we moeten nog 220 kilometer en dan zijn we bij de camping. Maar dat duurt nog ongeveer 3 uur, hoop ik, als we geen file krijgen. Maar we komen dus zo bij de Pont de Normandië, een hele bekende brug van Normandië. Het was de grootste tuinbrug van de wereld op een gegeven moment, maar die is nu ingehaald door hem. Oh, maar het is dus wel een mooie brug, die ga ik zo even proberen te filmen. En ja, ik vind dit hier het landschap echt wel mooi. Mooie brug. We gaan nu even tolbetalen voor die brug. En we zien daar links rechts een cruise schip komen. Ik denk dat hij vanaf de oceaan komt. Dus het is best wel vet. We zijn nu bijna bij die brug. Dus ik ga dat wel even proberen te filmen. Maar het gaat wel moeilijk worden. Want ik zit een beetje achterin. En ja. Maar ik ga mijn best doen om het zo mooi mogelijk te laten zien. Dus nou ja. 50 cent.
Nee, ze wil geen klein geld. Nou, dan moet ik maar weer kwijt zien te raken. Dat wil ze niet? Nee, domme. En dan zijn we op de camping. Ik heb best wel zin. Ik ben echt benieuwd naar of de camping chills of niet. En we zitten dus maar 50 meter van de zee af. Als het vloed is. Ja, volgens mij. En 5000 kilometer. Als het app is, iets verder. Maar dat gaan ze allemaal zien. En ja, ik laat jullie ze allemaal zien. Dus nog 7 kilometer of zo, dan zijn we er. Wow, dit is echt kapot vet. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar de oceaan zien we al. Het is echt heel erg vet. Lekker aan het blaren. Nu zo de camping. De camping staat aangegeven. Ik heb echt... Even kijken, Rozen. Het is volgens mij mooier 12 dan ik 13 dacht. Mei, Chateau du Rozel. Het is echt kapot mooi. En dan gaan ze ook nog een zwembad erbij staan, want je denkt dat het heel klein is hoor. Maar ik heb een accident, dus misschien dat ik er vanmiddag nog heen ga. Ik weet het niet. Ik wil in ieder geval even nog langs het strand lopen. Maar dat gaan we gewoon zien. En het ziet er echt kapot vet uit, man. Niet normaal. Maar ja, we gaan dus nu even kijken waar het is. En holy shit, jongen, het ziet er zo vet uit. Nou, we zijn er aangekomen. Het is echt kapot vet. Ik laat jullie de gilet zo wel zien. Je hebt een soort van palmboompjes erg een beetje... Ja, hier staan een soort van palmboompjes. Maar daarachter ook, bij de zee. En het is zo vet. Echt veel vetter dan het eruit ziet. Ik ben nog nooit bij een oceaan of wat dan ook geweest. Dus ik vind het wel vet. En kijk, dit is dus onze gilet hier rood. En we hebben echt best wel mooi uitzicht. Daar ook op. En ergens daar is de zee. Maar daar gaan we er straks even heen. Ik ga even wat inpakken. Of uitpakken trouwens. Ik vind het zo verschrikkelijk vet, jongen. Hey, we zijn dus nu. Ik heb heel even andere kleren aangedaan. Een korte broek en een Levi's-shirt en een vest. En ik ga zo even wandelen. Ik heb trouwens ook slippers aan gedaan. Ik wil gewoon even. Het is helemaal niet zo heel warm. Maar ik heb het ook gewoon niet koud. Dus we gaan zo even wandelen en staan met Kanta. En dan gaan we even kijken. Gaan we de boel even verkennen. En dan gaan we even naar de zee. Oké, we zijn dus echt gewoon 20 meter gelopen en we zijn nu bij de zee. En ik weet niet of je kan zien hoe nauw het is, maar de zee is echt kapot. We gaan even
gewoon even wat dichterbij lopen en gaan we het zien. Ik vind het echt nice. Nou, mijn haar zit dus nu echt vernet, want ik heb het gevonden en dit is dus ons gilet waar ik nu weer naar buiten stap. En ja, ik ben dus net het zwembad geweest, maar ik heb mijn action cam niet meegenomen. Sorry daarvoor, ik doe het al een andere keer. Als ik eerlijk ben, heb ik het gewoon een beetje vergeten. Maar in ieder geval, ik laat nu even een klein stukje zien. Ik laat het wel vaker zien hoor, maar een klein roomtje. Nou ja, dit is mijn broertjekamer, mijn zusje en een beddending. Dan heb je hier een tafeltje, daar kom je binnen. Dan heb je hier een aparte douche en een ding. Hier staat mijn gel en zo. Maar het probleem is dat ik nooit gel in doe in de vakantie, of tenminste bijna nooit. Mijn ouders slaapkamer, keukentje, dit, buiteningangetje. En ja, dat was het dus. Ja, hier is nog een wc'tje. En ja, ik denk ik wat vergeet. Maar laat ik jullie een andere keer wel zien. In ieder geval, ik ga nu nog even chillen buiten. Hier hebben we ook gewoon twee heerlijke chillstoelen. En ja, dan zie ik nog wel even wat we verder gaan doen. En dan zit hij zo. Oké, man. Ja, we hebben net gegeten. Even bami gegeten. Nee, grapje. Maar ja, ik ga even kijken op mijn shirt. Want ja, ik ben niet zo snik. Ik heb een beetje rood vooruit om mijn shirt gemorst. En ik ben eigenlijk geen meisje of zo. Maar ik heb hem gewoon even afgespoeld. En ik ga even kijken of die weer droog is. Maar dat doe ik zo, want ik kan niet vloggen en kijken of die weer droog is. Maar in ieder geval, ja, ik ga even een gat. Kant uit, dus een lijn hier. En ze is een beetje onrustig, dus ze haakt hem overal achter. Dat is echt vet onhandig. Maar ja. Trouwens, we gaan misschien zo nog even langs het strand, want dat hoop ik wel. We zijn er al even geweest, dat hebben jullie gezien. En we zijn ook dus nog naar het zwembad geweest. En ja. Maar in ieder geval, ik zie jullie zo wel weer. Oké, het is echt een paar. Inderdaad, sorry dat ik zo weinig heb gevlogd. Maar we hebben gewoon niet zoveel gedaan. Een beetje gepingpongd in de pingpongwall. Laat ik allemaal nog een keer zien, maar niet alles op de eerste dag. Want dan is er niet zoveel meer bijzonders te laten zien. Maar we gaan dus hier nu naar de zonsondergang kijken. Nou ja, we gaan lopen. Heel veel mensen zitten hier op bankjes hier zo. Maar de zonsondergang te kijken is echt mooi. Ik zal het even laten zien. Heb ik de zonsondergang nu op mijn achtergrond, jongen? Ik loop zo. Ja, ik loop niet heel dwars, maar oh, het is hier gewoon nat. Hier heeft de zee gewoon net gestaan, boys. Maar dit is vet, want ik loop nu gewoon naar de Atlantische Oceaan toe. En ja, het is gewoon vet, man. Dit is vet. Het is kapot vet. Ik heb trouwens even een jas aan. Ik vond dat het niet nodig was. Maar mijn ouders van wel. Trouwens, ik wil wel even weten. Volgens mij is het 8:30 of zo. Dodaar denk ik is net geweest. Het is 4 mei. En ik denk dat deze 1 of 2 weken later opkomt. Ligt eraan hoe snel ik ben met editen. Want ik ben een beetje traag in editen. Maar ik doe er ook best wel veel. Ik edit best wel veel. Allemaal van die, ja, misschien hoor je dat niet, maar allemaal van die geluidsveetjes en van alles. Dus ik ben met deze vlog denk ik wel een uur bezig ofzo. Maar ik heb het er wel voor over, want het wordt echt vet. Trouwenskanta die loopt daar en ik laat even zien hier achter. Dus ik ga even een mooi shotje laten zien, dus look! Nou, ik ga dus zo hoog. Wacht, ik stop mijn hoofd. Maar ik ga dus zo slapen of zo. Nou ja, het is best een uur. Maar ja, wat ik moet zijn een beetje. Nou ja, ik moet in ieder geval slapen. Of nou ja, in bed liggen. Dus ik sluit mijn vlog af. En dan zie ik jullie morgenochtend weer. Dus tot morgen, jongens. Hopelijk vond jullie deze vlog leuk. Druk allemaal even op het blauwe duimpje omhoog. En op het knopje abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende keer. Maar.